beste kijkers van ZZ Leiden TV. Dit keer de aflevering, jullie zien het om me heen, uit de eigen 5 mei-hal vanwege de DBL-finale waar Leiden het opneemt tegen de Heroes Den Bosch. Leiden heeft zojuist de eerste wedstrijd gewonnen, ook met een ruim verschil van 25 punten, 112 tegen 87. Daarvoor natuurlijk hadden we nog de halve finale. Leiden rekende daarin af met de verdedigend kampioen, de Landsteden Hammers uit Zwolle, met 2-1. Door in de laatste wedstrijd met 91-74 te winnen. We gaan nu kijken naar de samenvatting van wedstrijd 1 van de DBL-finale. Zorg en Zekerheid Leiden tegen Heroes Den Bosch. Leiden dus thuis in wedstrijd 1. De tip wordt gewonnen door Finky. En het begin is lichtjes voor Den Bosch. Hier wel een prachtige steal van Wordy de Jong. Maar dan is het Thomas van der Mars die zich in het begin laat gelden. Hoekschotje aan de andere kant. Die kan hem wat terug doen. De MVP, Emmanuel Nzekwezi tegen van der Mars. Hier weer van der Mars naar Mayfield die een goede play-offs speelt. Raak voor 3. Kleine voorsprong voor de Bosschenaren. Finky op weg naar een prima wedstrijd deze middag. Scorend. Hier is hij weer in de post. Jumpertje ook goed. Michael Finky. Lapornik geeft een kluts. En ja, weer levert Den Bosch de bal in Leiden. Ondertussen al op 12-5. Giddy Potts. Ondertussen zit ook Thomas van der Mars met 2 pace al op de bank voor Den Bosch. Dat helpt ook niet. En Finky gaat zijn goede start voortzetten. Dus nog een 3-punter. Dat kan deze man ook. Jonathan Williams, de lefty. Ik weet hier rustig kijken. De Jong kan heel goed driven naar de ring. Mayfield kan hem niet stoppen. En weer een goed spel van Nzekwezi die weer goed de bal verdeelt en een prachtige dunk van De Jong. Dat zou niet zijn laatste zijn. Hier is het de streaky shooter, Payne, die voor Den Bosch weet te scoren. Nzekwezi onderlangs, ja, en Den Bosch gedubbeld. Een vallende fout helaas van Nzekwezi, goed positie gekozen. Dan is het Le Chance, die creëert ruimte door te driven en dan aan de buitenkant Ververs. Ook prima spel, ja, wie niet eigenlijk deze... Eerste wedstrijd bij Leiden, daar goed geknokt voor de bal onder andere van Bredon. Prima doorgestapt door Le Chance. Een van zijn favoriete moves. Ja, balverlies tussen Payne en Wessels. Kan Leiden profiteren. Einde van het eerste kwart. Finky! Yes! Geweldige afsluiting en 32 punten in 10 minuutjes voor Leiden. Hier wel even de bal ingeleverd. Kan Den Bosch profiteren. Mayfield of nee, Williams zelf 2 punten. Le Chance die geeft niet op. Een beetje opposten tegen Van Vliet. Hij komt er niet langs. En dan is het Van Bree die keurig afwerkt met zijn specialiteit. Het afstandsschot. Boy Van Vliet naar Jonathan Williams. Tegen Nick King. En dan gaat hij lekker naar zijn linkerhand. Dat is makkelijk voor die Williams. Kan Gilbert dan wat? Doorgestapt. Wordt geblokt door King. Ondertussen hebben we Lapornik helemaal nog niet gezien bij de Heroes. Hier is het De Jong. Finger roll. Knap gedaan. Soepel. Uit de rebound. Oeh, dit mag niet gebeuren. Die bal moet voor Leiden zijn. Maar is die, ja, alsnog overgenomen door Le Chance. En let op. Geweldige alley-oop assist op De Jong die uit het plafond komt vallen voor de trapeze dunk. Heerlijke actie van Zorg en Zekerheid Leiden. Dat een comfortabele voorsprong heeft. De fans weten niet wat er eigenlijk gebeurt. Hadden ze niet verwacht. Hier Le Chance glijdt naar 2 punten. En time-out voor Den Bosch. Maar het zou allemaal vrij weinig helpen. Of kunnen ze toch nog een klein inhaalrace doen? De Mayfield zal het dan moeten doen. Toch een klein beetje hun leider. Nou, hij weet in ieder geval hier de score. Lapornik, kan die iemand vinden? Ja, goed. Oh, veel te makkelijk hoor. Mag niet eigenlijk. Gilbert. Ja, 18 puntjes. Niet zo heel veel aan de hand voor Leiden. Le Chance. Moeilijke bal. Over de verdediger heen. En ook die valt. Het schotpercentage was fantastisch bij Zorg en Zekerheid. Moeilijke situatie voor Williams die ook de bal inlevert op Potts die prima speelde. Pakte diverse steals, pakte wat scores mee. Kan Nzekwezi Mayfield stoppen? Nee, zeker niet. En Den Bosch knabbelt er wat aan. Komt onder de 20 puntjes. Dan Leiden weer een chance. Ver van de basket. Even kijken waar zijn verdediger is. En dan in de face van Lapornik geschoten. Dat doet pijn. En ja, dit zijn de heerlijke schoten. Mayfield kan dat ook. And one met een fout van de ongelukkige Potts eroverheen. Die baalt, u ziet hem bijna ter aarde storten. Hier De Jong zoekt naar een gaatje. Uitschuifarmen. Prachtig gedaan over van de Mars heen. Die niet meer zo opviel in latere fase in de wedstrijd. Hier nog wel even met een makkelijk schotje. Klein layupje dus voor van de Mars.
rustig gekeken. En dan met soort contra-effect als een biljarter gescoord. Enzekwezi, die niet super dominant was. Maar ja, eigenlijk was Leiden als ploeg dominant. Alle spelers draaiden lekker. Iedereen wist te scoren. Iedereen wist ook efficiënt te spelen. Hier Lechance met een prachtige spin move en de bonus. Leiden op 22 voor. Verre bal voor de Heroes via het bord valt goed. Kunnen ze dan toch nog terugkomen? Prachtige doel van Mayfield. Naar de ring gezweefd en hard afgedunkt hier van de Mars. Wat kan hij? Ja, ook nog een score. Dan is het opeens 11 punten. En dan komt deze bal van Vinkie uit de hoek. En die kon Leiden prima gebruiken. Wat gaat Heroes toch doen onder de basket? Nee, gestopt. Prima gedaan door Van Bree. Van der Mars komt er niet doorheen. Hier inmiddels in het derde kwart in de tweede helft. De eerste score is voor de Heroes. Ja, rustig jumpertje, denkt Ezekwesi. Ik heb de ruimte. Raak. Pots. Ja, en die kan dit uitstekend met een klein beetje ruimte die drie punten als droog erin knallen. Deze bal valt wel weer goed voor Van der Mars, die toch wel blijft scoren. Hele moeilijke actie voor de jongen, maar heel slim zijn rebound gepakt. Goed afgewerkt onder de basket. Ja, Leiden op 18 punten voorsprong. En let dan op, een disqualificerende fout voor Lapornik. Hij geeft een klap tegen de jongen. Hij mag niet meer meedoen en wordt waarschijnlijk geschorst. Vinkie meteen eroverheen, dat doet pijn, de drie punten. Dat verlies is natuurlijk pijnlijk. Hier een LU paasje van de jongen op Enzekwesi. Leiden drukt helemaal door, 26 punten verschil. Dan deze bal ook nog eens een keer via het bord. Alles lukt eigenlijk de hele avond bij Leiden. Dat was een kleine run waar Heroes terugkwam van iets van een dikke 20 naar iets van 11. Hier wel even een klein misverstandje, een dunkje van de Heroes, maar het is 25 punten. Dan deze bal lukt dat ook nog. Ja hoor, ook een 4-point play. Zeker niet de eerste deze middag. De Jong kruipt door, sluipt door. Heerlijk lay-up. Maar doet hij dat toch soepel. En Lechance had het vizier helemaal op scherp staan. Hij zou samen met Vinkie de meeste punten maken voor zorg en zekerheid Leiden. Hier weer twee van Riley Lechance. Leuk gedaan door Van Vliet. En krijgt de bonus. Maar het verschil is dus al groot. Hier Lechance van heel ver met een man echt. In zijn broek weet hij nog te scoren. Dan een jumpertje van ver was dat lukt. Ja, een heerlijke periode voor Leiden. En dan gaat Heroes nog wel een beetje wat eraf knabbelen. Maar het zijn dus boven de 30 punten. Dan Van Bree, dit gaat ook allemaal nog goed. En ja, op een gegeven moment ga je dan toch een klein beetje doorwisselen. Hurnen, die verder onzichtbaar was, kan dit wel goed. Maakt een drietje. Ja, Mayfield staat er nog wel in. Sorry de wedstrijd, maar het was ruim onvoldoende voor de Heroes. Duwschotje van Vinkie. Lukt allemaal, kan allemaal. De ruimtes worden ook wel steeds rianter. Ook hier zien we dat. Veel ruimte voor Payne. Kan hij het nog eens een keer doen? Ja, nee, het wordt gestript. Ja, balverlies. Leiden neemt over. Aan de andere kant King, die rustig kon spelen. Heerlijke dunk. Hard hoor, met zijn linkerhand. Helemaal vrij. Pols lukt dat dan ook nog. Ja hoor, Leiden al boven de 100. En er is nog meer dan 5 minuten te gaan. Gaan ze een record breken qua aantal gescoorde punten? Gaan ze een record breken qua winstmarge? Nou, dat allemaal net niet, maar ze blijven lekker scoren. We zagen naar Ververs. Williams dan nog wel knap tussen 2-3 spelers in. P nog een keer. Moeilijke bal hoor. Prachtig tegen het glas gekust. Vinkie, step back. Ja hoor, heerlijk. Beetje Dirk Nowitzki-achtig. Hij lijkt ook wel een beetje op Dirk. Je kent hem nog wel, voormalig MVP en kampioen. Hier een steal van Herndon. Gaat door, dunkt af. Maar het is allemaal voor de, ja, het zijn formaliteiten. Het is voor de statistieken niet meer dan dat. De winst is duidelijk voor Leiden dat in een rommelige slotfase wel wat punten nog niet liggen. Maar ja, het deed verder allemaal totaal geen pijn. Zij gaan vol vertrouwen naar de Maaspoort. Aanstaande dinsdag om 8 uur. En aan deze dunk van Troy Koeler. En hoog kwam hij. Zat met zijn hoofd in het netje. En deze mannen van Zorg en Zekerheid Leiden bedanken de fans die er mochten zijn. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Uiteraard met een goed gevoel, denk ik. Jazeker. Ik denk dat wij op heel veel aspecten van het basketbalspelletje niet beter hadden kunnen spelen dan vandaag. Dus daar op individuele basis, elke speler, daar ben ik natuurlijk blij mee. En dat bij elkaar opgeteld als team, zijn we blij mee. En ja, daarom kan ik alleen maar onderstrepen wat je zegt. Blij met het resultaat. Ja, precies. Hoe is dit zo tot stand gekomen? Ik bedoel, heb je wat veranderd? Ja, we hebben een aantal dingetjes veranderd. Ja, ik weet niet in hoeverre ik dat moet omschrijven. Maar in de pick-and-roll verdediging op top en in de horns van de Bos hebben we een aantal dingetjes heel klein veranderd. Mm-hmm. Weet je, Martin, we moeten nog. Eigenlijk is dit een wedstrijd van 120 minuten.
Dan zijn we op 1/3 nu. Ik wil eigenlijk niet te veel weggeven. Niet dat het een zo groot geheim is. Zij hebben ook video. Zij gaan dat analyseren. Maar goed, we hebben een paar dingetjes aangepast dat we anders deden dan het reguliere seizoen. Nou, we anders deden dan tegen Zwolle. En dat werkte perfect vandaag. Complimenten aan de spelers. Petje af. Want dat hebben we een hele korte periode er moeten inslijpen. Eigenlijk hebben we dat maar 20 minuutjes kunnen trainen. Maar ja, het resultaat was daar. Ja, precies. 1-0 in een serie en een best of 5 serie. Dus in feite ben je nu 2 wedstrijden van het kampioenschap af, om het zo maar te zeggen. Wat verwacht je voor de wedstrijd van dinsdag? Want het zal natuurlijk een heel andere wedstrijd gaan worden. Dat wordt een stuk lastiger. Wij hopen natuurlijk dat we hetzelfde kunnen schieten zoals we vandaag hebben gedaan. Maar dat is bijna onmogelijk. Ja. We hebben vandaag geschoten beter dan welke wedstrijd dan ook in het seizoen. Dus als we dat over 48 uur weer verwachten, dat is denk ik onrealistisch. Ja. Dus wij zullen misschien wat minder effectief aanvallen, want zo effectief als vandaag kan bijna niet. Ik ga ervan uit dat Den Bosch, dat een bijzonder goed team is, goed gecoacht is, dat zij ook anders uit de startblokken zullen komen. Dus ik verwacht een gevecht dinsdag. En ja, zoals ik al zei, ik hoop dat we het op 120 minuten kunnen houden. Dat zou betekenen dat we dinsdag winnen. Ja, precies. En dat je dan donderdag thuis kampioen kan worden. Hopelijk. Dus het is maar wel... Dat is, in alle eerlijkheid, dat is... Ik weet dat dat, wat is dat, 4 dagen van vandaag. Ja, maar dat is nog heel ver van ons bed, om maar eens een kreet eruit te gooien. We moeten echt, de eerste 5 minuten dinsdag zijn belangrijk. Daarna natuurlijk, als je set the tone, als je de toon gezet hebt, dan daarna de 35 minuten daarna. En dan kijken we wel verder. Dit is natuurlijk een fantastische start. Martin, kan niet beter. Wij zijn tevreden. Maar we hebben na de wedstrijd, kort hoor overigens, na de wedstrijd in de kleedkamer wel gezegd dat, wat ik al eerder zei, we kunnen niet verwachten dit... Deze hot streak shooting vol te houden. Nog 80 minuten. We zullen verdedigend moeten concentreren. En die energie en die felheid die we vandaag hebben gebracht. Ook beginnen de dinsdag, de eerste 5 minuten, ook moeten brengen. En dan, als we dat doen, denk ik dat we dinsdag een redelijke kans maken. Ja, precies. Nou, ik wens je succes dinsdag. We gaan het volgen en dan zien we in ieder geval donderdag weer in dit theater. Dat is een ding wat zeker is. We gaan dinsdag ons best doen en ik zie jou zeker donderdag. Ja? Dank je. Een ruime nederlaag. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Dus veel leerpunten, denk ik. Oké. Het is 1-0 en meer is niks aan de hand. En, ik kijk al naar uit naar de volgende wedstrijd toe. En, vanavond hebben we echt een slechte dag gehad. Op alle gebieden. Qua intensiteit, fysicaliteit, executie, shotpercentage. En we hebben toch gebotst tegen, moeten we eerlijk zeggen, tegen grote leden. En met de grote shotpercentage, alles wild binnen. Maar het is aan beide kanten. Ze spelen uitstekend en wij hebben heel slecht gespeeld. Heb je kunnen zien wat er met Lapornik gebeurde, die situatie? Nee, dat heb ik nog niet gezien. Ik heb dat besproken met mijn bestuur daar. En oké, hij is blijkbaar in de fout gegaan. Meer wil ik er niet kwijt. Ik weet niet wat... ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik moet zeggen ook... het is al heel jarenlang dat... dat Micha geen enkele calls krijgt. Ze trekken zijn trui, ze grijpen hem voor de handen. Alle middelen zijn goed om Micha Lapornik te stoppen. En ik, aan de ene kant begrijp ik zijn frustratie, maar hij mag zeker niet op zulke manier reageren. Dus voor mij, oké. Ik weet al dat hij waarschijnlijk de volgende wedstrijd niet gaat spelen. Mm-hmm. Maar ik heb nog genoeg spelers om die wedstrijd aan te vatten volgende week dinsdag. En laten we ons concentreren met de middelen dat we hebben. Met de ingrediënten dat ik heb net genoemd. Ik heb dat dikwijls in mijn carrière gezien. Verliezen met 30 punten, oké. In een playoff serie, dat is geen schande. Kan gebeuren. Mm-hmm. Maar ik verlies liever 1 wedstrijd met 30 punten en de volgende 3 winnen meteen,
dan elke wedstrijd te verliezen met 1 punt. En, ja, precies. Oké, maakt niet uit. Het is een playoff finale. We moeten anders spelen. En we moeten reactie tonen tegenover onszelf. Ook al die mensen die ons steunen. En het is niet anders. En weer zitten we met onze rug tegen de muur. Dat is dikwijls en meermaals gebeurd dit jaar. En elke keer kunnen we op een goede manier reageren. En we hebben ook gewonnen tegen Leiden hier thuis zonder Michal Aponik. Het was ook zonder King, denk ik. Ja, King deed niet mee. Maar oké, we hebben ook getoond dat we kunnen zonder hem. En het is aan de jongens om een reactie te tonen in de volgende wedstrijd. Oké. Hey, dankjewel. Succes met richting de volgende wedstrijd. Ja, dankjewel. 1-0, 23 points from Michal Finke. What was it? What kind of game was this? It was a great start to the series for us. Obviously, we wanted to come out and make a statement. I thought from the jump, we were all playing really hard, getting out in transition, limiting them to, for the most part, one shot, and we were rebounding and going. And our defense, I thought, was really good. We really rotated well, played ball screens pretty well, and I mean, just we were hitting on all cylinders tonight. So, great start, but we can't settle. It's just one win. Obviously, the goal is to win 3 in the series, so one more game, one game at a time. So you need 2 more, eh? Yep, 2 more for victories. Sure. There were some shots you made that were incredible, far away or inside where you normally don't score that much. Yeah. So, did you have another approach for this game? Just got to be aggressive. Just going through a little bit of a shooting slump, but I've always told myself, shooters shoot. So, if I start being complacent and thinking about my shot when it's not going in and being hesitant, one, that's not good for me personally, but 2, it's not good for the team. Mm-hmm. For me to go out there and be aggressive and shoot, especially the 3s when they're open, that's what we need for me out there. So just being aggressive, like I said, and luckily the shots were falling today. Yeah, the aggressiveness, is that what the team needed from you in the defense? Yeah, absolutely. I mean, that's we need it from everyone for the most part, to be honest. Our defense is how we're going to win this, win the finals. So we got to go out there and play really hard like we did today and carry that over on Tuesday. Yeah, so Tuesday will be the big game. If you come win, then you have match point, and 3 times in the worst case. For so sure. We'll see. We'll have to. So, were you in the neighborhood of what happened with Lapornik? Yeah, I was right there. I saw it. Yeah, the ref called an elbow, but I'm pretty sure he slapped him with his. He slapped on the back of his head. Yeah, yeah. Tuesday next game. What will Finke do the next game? We just gotta have the same approach. Obviously, they're gonna make adjustments. They're gonna watch the film just like we are. So we gotta be ready for their adjustments, but. We just got to be aggressive like we were, be really aggressive on defense and play our game. And we're not complacent and we play aggressive and play together. I mean, you saw how well the ball was moving tonight. A bunch of people were getting shots to go in, rebounding, playing great defense. It's a lot of fun to be a part of. And I mean, I'm sure it's a lot of fun for people to watch. Sure it is, because it was a new record for Leiden. They played since 1979, 9 home games against Den Bosch in the playoffs. Yeah. And they lost all 9. Really? So this is the first time. Yeah, I'll take that. So you're part of the history now. There we go. Yeah, that's good. Well, thank you. Good luck Tuesday. Thanks. And we see you Thursday. For sure, yep. Ja, dat waren de interviews direct na afloop van de winst in wedstrijd 1 van de finale. En afgelopen vrijdag spraken wij met de voorzitter van de Dutch Basketball League, Ramses Braakman, die ook intensief betrokken is bij de Be Next League. De werktitel was Beneleague. Het is nu bekendgemaakt. Er komt een Be Next League van Nederland en België. We gaan zo kijken naar ons gesprek met Ramses. En we beginnen nu met de prachtige nieuwe promo van de Be Next League. We dream. We focus. We set goals. We work hard. We join forces to grow basketball. A new community built on talent and hard work, displayed for the world to see. 2 countries working together. 1 new organization. We are the Be Next League. Welkom, Ramses. Afgelopen donderdag is de naam van de nieuwe competitie gelanceerd. En ook de logo en de hele vormgeving. Ik heb zelf live mogen kijken naar dat persmoment. Zag er fantastisch uit. Wat kun jij ons vertellen over de lancering van de league? En dan laat ik de naam en alles helemaal aan jou. Ja,
Nou ja, B-Next League, uiteraard de samenvoeging van twee competities. Daar is hard aan gewerkt, de afgelopen 2 jaar eigenlijk. En dat is dan allemaal samengekomen afgelopen donderdag in inderdaad de press release, waar ruim 130 kijkers waren live. Uh-huh. En achteraf hebben we nog diverse gesprekken gevoerd met pers en stakeholders. En er waren ook wat potentiële sponsors en mediapartners aanwezig. En we merken gewoon de afgelopen tijden, sinds we in december als clubs hebben gezegd met elkaar, ja, we willen hiervoor gaan, uh-huh, dat die aandacht ook aanzienlijk is toegenomen. Maar dan even kort op de naam, B-Next League. Ik heb het al wel eens eerder uitgelegd. Het is België, Nederland in de Next League. Dat spreekt voor zich. Maar het gaat ook over de next contender, de next fan, de next sponsor, de next volunteer of vrijwilliger, om het maar zo te zeggen. Iedereen die zich involved voelt bij het basketbal, van jong tot oud, die willen we in de B-Next League graag zien. Op de tribunes en rondom het veld. En natuurlijk ook in de uitzendingen en in onze social media. Die naam die is niet door onszelf verzonnen. Okay. Nee, we hebben daar een naming campaign voor gedaan. En heel specifiek gericht op de jongere doelgroepen. Omdat we hebben gemerkt uit cijfers van Nielsen, zowel in Nederland en België, maar ook Europa. Dat, Groot marktonderzoeksbureau, hè? Exact, ja. Dat de generatie Z, zeg maar jong, 6 tot 24, okay, basketbal een van de meest favoriete sporten is om te volgen. Dat is mede dankzij natuurlijk de NBA. Maar ook de mediaconsumptie van jongeren is totaal anders. En de relatie tot de sport. Ja. En basketbal is als geen ander in staat om die brug te slaan tussen de meerdere elementen die in de sport aanwezig zijn. Het is niet alleen het spel, mm-hmm, maar het is ook de lifestyle, de fashion, de dance, de hip-hop, de cultuur eromheen, de straatwaardigheid van de sport. De sneakers, hè, moet ik ook meteen exact, denken. Exact. Ja. En het grappige is, we hebben die naamcampagne uitgezet. En die hebben heel specifiek gezegd, als je onder de 25 jaar bent, dan kun je indienen. Ja. En dat leverde al meteen hele leuke reacties op van mensen die ouder waren dan 50. Dus die natuurlijk een heel goed idee hadden. Ja, precies. En dat moet je juist een beetje hebben. Soms moet het een beetje reuring geven. En we hebben meer dan 1100 inzendingen gekregen. Wow. En uiteindelijk hebben we daar één uitgekozen die het bijna was. B-Next met een eetje ertussen. Het eetje hebben we weggehaald en daardoor kwam eigenlijk een nog wat, ja, laten we zeggen, more appealing, meer aantrekkelijke naam voor de wat jongere doelgroepen uit. Ja. Nou, en de hele branding en styling en design van het logo hebben we ook door echt een jong bureau laten maken in België. Ja, dat, zien hier ook iets naast jou. Ja, maar het kan ook in allerlei kleuren. Hè? Je ziet die bal. Hè? Tenminste, ik zie er een bal in, zo in die letters. Hè? Die, ja, de naden exact van een basketbal. Ja, ja, ja. En allemaal heel kleurrijk, hè? Ja, het logo zelf is eigenlijk zwart-wit. Maar mm-hmm, het omveld of de omgeving van het logo zal altijd heel kleurrijk zijn. En dat palet van kleuren komt eigenlijk van alle clubs die in thans in de twee competities spelen. Daar hebben we de twee hoofdkleuren van genomen. We zien hier het felgroen van ZZ Leiden. Ja. En zo heeft elke club een aantal hoofdkleuren. Ja. Die hebben we geblend tot een palet. En daarmee gaan we ontzettend spelen. Okay. En het zal ook een dynamisch logo zijn. Nu zie je het statisch staan. Maar er zit ook een variant bij waarbij het continu beweegt. Ja. Dus het krijgt meerdere verscheidingsvormen, maar wel altijd in zijn zwart-wit styling, zeg maar. Ja, ja, we zijn meer dan een sport. Ja. En we willen ook een uiteindelijk doorgroeien naar een bedrijf dat relevante evenementen organiseert. Er komt ook weer een All-Star Game. Dat zal voor heel veel mensen fijn zijn om te horen. Maar dan echt wel op een hele andere manier georganiseerd. Waarbij met name de fan heel veel betrokkenheid krijgt. En hoe leuk is dat je weer een Noord tegen Zuid bijvoorbeeld All-Star Game krijgt. Hè? Dan heb je toch een beetje dat Belgische Nederlandse aspect erin. Die rivaliteit hier is er natuurlijk ja, absoluut. En, ja, en dus we willen meer zijn dan basketbal. Hè? Dus we zullen evenementen doen. We worden in feite ook een mediabedrijf. We gaan zorgen voor onze eigen content zoveel mogelijk. Okay. En daarom hebben we ook de afgelopen tijden hard gewerkt aan hoe we nou die mediastrategie moeten opzetten. Okay. En nou, daar kan ik straks nog wel wat meer over vertellen, maar zo, onder andere hebben we mediapartijen uitgenodigd van jongens, kijk eens, dit is wat we te bieden hebben. Mm-hmm. En willen jullie met ons samen die sport laten groeien de komende jaren. Wat was een jaar of 1-2 geleden de mm-hmm reden om deze samenwerking te zoeken? Nou, eigenlijk is het, geloof ik, de afgelopen, ik denk 20 jaar, regelmatig genoemd. Je hoort het in heel veel sporten. Ook in het voetbal heb je het gehoord. Hè?
dat de wens er is om te kijken of je die twee landen bij elkaar kunt voegen qua competitie. Omdat het, ja, het ligt een beetje in elkaars verlengde. Maar wat je ook ziet, en dat is wel de hoofdreden, in Nederland proberen we natuurlijk al jaren te groeien. Ja. Het is overigens de afgelopen jaren redelijk goed gelukt. Ja. Omdat we van 9 naar 12 teams zijn gegroeid. En in België zie je daar hetzelfde. Er zitten daar eigenlijk continu zo rond de 10 teams. En wil je het niveau laten stijgen? We worden altijd een soort van middenleague genoemd. Of een soort opstapje voor de rest van Europa, voor buitenlandse spelers. Maar wij willen ook toch wel echt een talentenleague worden. Mm-hmm. Zoals je dat ook een beetje bij de Eredivisie voetbal ziet. Ja. Hè? Jonge spelers die uiteindelijk de stap maken naar een internationale carrière. Nou, je ziet nu dat veel Nederlandse spelers besluiten weg te gaan al vroegtijdig. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi dat je al in Nederland ziet, zoals talentenploegen, zoals Weert. Hè? Ja, dus de Basketbalacademie Limburg. Ja. De bekerwinnaar heeft aangetoond dat je ook met Nederlandse spelers, aangevuld met een klein aantal buitenlandse spelers, een leuke mix kunt maken. Waardoor je dus ook veel speeltijd ziet voor Nederlandse jongens. En dat is denk ik sowieso dit afgelopen seizoen. We zitten er nog middenin met de finale van de play-offs. Zien we steeds meer Nederlandse spelers doorbreken op het veld. Kijk bij Marijn Ververs bij Leiden, die echt van wezenlijk belang is voor het team. Dat zien we bij Boy van Vliet bij Heroes. Een ontzettend leuke matchup die we straks gaan meemaken. Dus dat. We zouden Emmanuel, ja, omdat hij al MVP is, zouden we bijna vergeten. Ik snap, hè? Dat het voelt bijna niet als een jonge speler, maar die is ook pas een jaar of 22. Ja. En jongens die eigenlijk hun hele leven al in Nederland spelen en doorbreken. Nou, dat zie je ook in België. Kan je die markt dan vergroten en ook het niveau verhogen? Ja, daar zijn we van overtuigd. Je krijgt gewoon spannende wedstrijden, betere competitie. Je wil als topsporter altijd gechallenged worden, uitgedaagd. Zo min mogelijk Engelse woorden. Je lijkt Geert proberen te gebruiken. want je wil altijd beter worden. En waar word je beter van? Tegen betere ploegen spelen. En ik denk dat de top 4, de top 6 in Nederland heel goed kan matchen met de top in België. Mm-hmm. In 2018 hebben we eigenlijk voor het eerst het gesprek gehad met de Belgische bestuur. Van jongens, hoe staan jullie erin? En zij dachten jarenlang al van, nou, die Nederlanders hebben daar geen zin in. En dat bleek dus totaal anders te zijn. Dus dat is ook allemaal perceptie. En vanuit daar zijn we gekeken, goh, zou het überhaupt mogelijk kunnen zijn? En je kan altijd leuke plannen maken, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering en het doen. En het doen, daar hebben we voor gekozen om dat niet zelf te doen, maar om daar een onafhankelijke partij bij te halen. Hypercube, ja. Dat is een business innovation bedrijf op gebied van sport. Ja. En zij hervormen competities, eigenlijk door de hele wereld van sport. In de Champions League hebben ze het gedaan, wow. Maar ook dichter bij de Belgische voetbalcompetitie. Okay. Waardoor het play-off systeem ongelooflijk veel spanning is gekomen. Okay. En dat doen zij op basis van, lastig woord, econometrie, data-analyses. En zij stoppen allemaal elementen in het schema eigenlijk om te kijken van hoe hebben ze zoveel mogelijk spanning, veel mogelijk publiek. Veel mogelijk tv-aandacht en al die knopjes kan worden gedraaid. Ja. En het mooie van dat proces is dat clubs zich aan een externe hebben gecommitteerd. Waardoor je dus een onafhankelijke partij hebt die steeds het proces heeft bewaakt en voortgang heeft aangegeven. Want als je dat zelf gaat doen als bestuur of clubs, krijg je heel snel politiek of ja, maar zij willen meer van dat en dat. Dus juist dat onafhankelijk is heel goed geweest. Ja, onafhankelijk en ook eigenlijk wetenschappelijk, echt doorgerekend echt wetenschappelijk. Op basis van feiten en ook wel prognoses, maar... Ja, zeker. De data zijn allemaal door ons aangeleverd. De clubs, maar ook wij als DBL-bestuur. Uit die data is een model ontstaan wat aan de beste eisen die wij daarin aanstelden het beste aan voldoet. Ja. Nou, dat speelschema ligt er nu. Okay. En dat is dus niet gewoon we gaan meteen tegen elkaar spelen. Dat is een schema en dat houdt nog met een aantal dingen rekening. Je moet nationale kampioenen hebben, want dat gaat om de zogenaamde Europa Cup plaatsen. Ja. Je wil je bekertoernooi houden in ieder land, dus dat gaat ook om Europa Cup plaatsen. Ja. En je wil aan het eind ook toch een B-Next League kampioen hebben, hè, die we gaan kronen. Dus we hebben een zogenaamd, domestic, dus een per land een competitie. Juist. En dan hebben we een gemixt gedeelte tussen twee landen, het cross-border gedeelte. Juist, dus er zijn twee competities in feite. In feite kun je zeggen dat we eerst de competitie in eigen land spelen. Okay. En pas eigenlijk vanaf april gaat er gemixt worden. Ja. En dan speel je het cross-border gedeelte, zoals dat heet.
En dat gaat dan om de top 5 in Nederland en de top 5 in België die samen in een pool komen. Dat heet dan de Golden League. Ja. En dan heb je de Silver League en dat zijn de andere ploegen die in die pool komen. Een beetje vergelijkbaar met wat we met Elite A en B. Dat was natuurlijk 6+6, ja. Nu is het dan 10 plus 10. Juist, precies. En, okay. En daar speel je dan ook weer die cross-border wedstrijden. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want dan heb je al een deel van de competitie erop. Je bent ingedraaid als team en dan komen die fantastische internationale wedstrijden eigenlijk. Mm-hmm. En dat zijn dan uit- en thuiswedstrijden. En uiteindelijk heb je in je eigen land ook play-offs. Maar als je nou dus uitgeschakeld wordt voor de play-offs in Nederland, kan je alsnog weer meedoen voor de play-offs in het cross-border gedeelte. Yes. Waardoor je dus als club... Een beetje zoals judo heb je wel eens een herkansingsronde, zo moet je het maar zien. Ja, ja, ja. Wij zeggen dan heel chic, dan heb je je geplaatst voor de internationale play-offs. Kijk, als je uitvalt, ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En uiteindelijk kan je dus dan toch mee blijven doen om de hoofdprijs. En dat is een ontzettend leuk systeem, waarbij je na elke play-off ronde weer een instromer hebt. Ja. In de Benelink fase, om het maar zo te zeggen. Eigenlijk een steeds betere instromer, want die is dan wat later afgevallen exact. In de andere play-off. Ja. En die stroomt dan in de B-next play-off. Ja, inderdaad. Nou, en we hebben... In totaal zo'n 350 wedstrijden in de totale competitie. En dat is natuurlijk een behoorlijk aantal. En dat is ook ontzettend interessant, omdat we wekelijks gewoon heel veel te melden hebben als league. Wat ik me nog afvroeg, Ramses, is, hè, dus je schetst daar, het begint april, dacht ik, hè, ongeveer. Dan ga je cross-border spelen en dan ook die play-offs. Ja, ik moet dat herstellen. Dat is eerder, februari. Juist. Heet die dat domestic gedeelte, blijft dat Dutch Basketball League heten? Of wordt dat eigenlijk alles, B-next? Alles is B-next league. Okay. Ja, dus er is straks geen... blijft nog wel een Dutch Basketball League bestuur actief. Dat geldt in België ook. Die twee besturen die vertegenwoordigen de clubs in elk land. En die zijn samen aandeelhouder in de B-next league. Dus dat is... die gaat de competitie runnen. Er komt dus een werkorganisatie met 7 mensen die fulltime met deze competitie bezig zijn. En om even aan te geven hoe dat in Nederland gaat, hè, dat is vrijwilligerswerk. Dus wij organiseren nu de competitie met het bestuur eigenlijk gewoon in onze vrije tijd. Ja. En dat is hartstikke leuk als je dat een tijd kunt doen. Maar dat is eigenlijk geen gezonde situatie voor een profsport. Je wil ook een professionele organisatie hebben staan. Wil je kunnen groeien en de ambities waarmaken die we met elkaar hebben. Ja. Daar weet jij alles van, hoe het is om voorzitter te zijn van een league. En ook hoe leuk het is, maar ook hoeveel tijd het kost. Ja, en daar kan iedereen natuurlijk bij een club ook over meespreken. Want hetzelfde, Een club runnen is al allemaal vrijwilligerswerk in veel gevallen. Maar we willen natuurlijk steeds meer in de fasering die ploegen ook meer fundament geven. Door gewoon financieel sterker te zijn, organisatorisch sterker te zijn. Doordat we league sponsors krijgen, ook ons businessmodel kunnen versterken. Mm-hmm. En we hebben ook de ambitie om alles wat we natuurlijk aan eventuele media-inkomsten en league sponsor-inkomsten krijgen, om die in de league te investeren. Ja. Stapje naar, we zijn uiteindelijk ZZ Leiden TV, ook het stapje naar Leiden. Goed, jij bent ook een Leidenaar, je bent een van de grotere sponsoren van Leiden al sinds het begin. Wat betekent die B-next? Is het, moet ik eigenlijk zeggen, B-next league, hè? Wat betekent de B-next league? Ik denk heel veel. Voor ZZ Leiden. Ik denk heel veel. Leiden is natuurlijk sowieso een internationaal georiënteerde stad. Dat niet alleen, dat is het al eigenlijk vanuit de historie, maar ook natuurlijk door de universiteit. De vele internationale bedrijven die ook in Leiden gevestigd zijn. Leiden heeft altijd de blik naar buiten. En Leiden is ambitieus, ZZ Leiden. Nu staan ze dit jaar in de finale. Maar het is natuurlijk wel zeer regelmatig. Zijn het altijd dezelfde teams die in de finale staan. Of in ieder geval bij de laatste 4 van de play-offs zitten. Die voorspelbaarheid is op een gegeven moment ook de zwakte van de competitie. Juist het steeds meer spannende wedstrijden spelen tegen iets sterkere tegenstanders. Wat in het begin zeker echt wel zo is. Hoewel ik daar wel erg positief over ben, over het niveau. Is gewoon ongelooflijk goed voor een ploeg die ambities heeft. Ja. En ZZ Leiden wil kampioen worden. Wil ook gewoon B-next league kampioen worden. Mm-hmm. En het geeft ook de body die een club nodig heeft, denk ik, voor de toekomst. Om ook weer nieuwe energie te genereren. Zowel bij de fans,
bij de stad zelf, bij de sponsoren. Ja. Uiteindelijk wil je ook weer nieuwere sponsoren kunnen aantrekken, waardoor mogelijk dat internationale karakter wat beter benadrukt kan worden. Ik denk dat er ook sponsoren zijn die nog steeds niet goed weten hoe het spelletje in elkaar zit en de power van de aanwezigheid bij zo'n wedstrijd. Mm-hmm. Maar ook van de best wel de grote hoeveelheid mensen die basketbal ook online volgen. En wil jij als merk dat zich op jongeren richt kunnen connecten, om het maar zo te zeggen, met jongere doelgroepen, is basketbal, dat blijkt ook wel uit onderzoek, bij uitstek een sport om je daarmee te associëren. Volgens mij hoor ik je daarmee ook zeggen, jij komt zelf ook uit de wereld van reclame, branding. Ja. Volgens mij hoor ik je ook zeggen dus dat als een sponsor of een potentiële sponsor die jonge doelgroep wil bereiken. Juist. Bereiken al heel veel doelgroepen, maar vooral echt die jongeren die op een hele andere manier consumeren media. Dan is basketbal daar dus eigenlijk een heel goed vehikel, instrument voor. Ja, want vroeger ging sponsoring een beetje over, we sponsoren een bedrag, we krijgen daar businesskaarten voor, we hebben wat boarding langs de kant van het veld staan en we doen wat zaken in de businessclub. Ja. Terwijl basketbal kan voor je merk echt meer betekenen. Wil jij gewoon echt een brug kunnen slaan naar die jongere doelgroep, want het mediagedrag is totaal anders. Ja. Mensen consumeren sport anders, jonge mensen, en we hebben het over de toekomst. Hè. De huidige basketbalfan is gemiddeld genomen behoorlijk oud, die in de zalen zitten. Maar we zien ook dat het een avondje uit is voor families. Mm-hmm. En met name die kinderen, die vinden dat fantastisch. Maar die kinderen zitten thuis ook op de iPad. Ja. En die kijken geen tv meer. En met name dat aspect, die social media. En wat wordt dan heel belangrijk? De spelers. Daarin worden de spelers. We gaan nog veel meer inzetten op het helderdom van de spelers. Herkenbaarheid, lokaal. Dat zijn de helden, maar dat zijn ook de helden van de league. Want het is nog steeds zo dat in Nederland jonge mensen met een LeBron shirt lopen of een Steph Curry shirt. Ja. Dat is natuurlijk de power van de NBA. Maar we willen graag dat ze ook in een shirt lopen van de B-Next League met een spelersnaam erop. Absoluut. En bijvoorbeeld Wordy is denk ik een heel goed voorbeeld van een lokale held. Ja, Kai van de Vuurst van Oostende. Exact. Noem maar naar heel veel jonge talenten. Ja, snap ik. Ja, dus we gaan ook echt een brand worden, een merk worden als league. Dat zei ik net al, een entertainmentbedrijf dat relevante evenementen organiseert. Maar dat ook bijvoorbeeld zelfs een kledinglijn gaat ontwikkelen met jongeren. Dat doen we dan allemaal met jongeren, allemaal in co-makership. Ja. Nou, net zoals wat je net uitlegde, hoe de naam verzonnen is. Je kan natuurlijk zeggen, we gaan jongeren bereiken, maar de vijftigers gaan het verzinnen. Maar jullie draaien het eigenlijk om. Ja, kijk, het is natuurlijk voor de hand liggend dat je gaat kijken naar de standaard paden. Dus dan ga je een bureau benaderen en dan zeg je, jongens, kom eens met een leuk voorstel op basis van deze briefing. Nee, we zijn juist naar een extreem jong bureau gegaan. Die een beetje disruptive te werk gingen en op een hele andere manier naar die zijn bij het pleintje begonnen met het ontwikkelen van hun beeldtaal, zeg maar. Dat is ook, daar heb je wel lef voor nodig, maar dat moet je ook gewoon doen. Want als je dat wil uitstralen, dan moet je daar ook beginnen. Ja, heel consequent. Ja. Ja. Ramses, min of meer tot slot, je noemde al, die doelgroep consumeert media ook op heel andere manieren. We hebben natuurlijk ook de groep die al heel trouw is in basketbal, die we absoluut niet zullen vergeten. Die wel volledige wedstrijden willen volgen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat kun je vertellen over tv en streaming? Hoe gaat de league dat aanpakken? Nou, het is sowieso het feit dat we ons in de beeldtaal en communicatie richten op de jongere doelgroepen wil niet zeggen dat we daarmee de wat oudere doelgroepen uitsluiten. Het moet voor iedereen een toegankelijke league zijn. Een van de dingen die we ook hebben gezegd, we moeten dynamisch zijn, colorful, inclusief. Dus dat zijn allemaal elementen die deel uitmaken van de B-Next League. Ten aanzien van media, sowieso worden alle wedstrijden live gestreamd. Dat zie je in België gebeurt dat ook en in Nederland ook. En die streams worden straks aangeboden op één platform. Dat is de ambitie van de B-Next League. En in het begin zullen we daar vooral heel veel bereik willen realiseren. En daar gaan de streams dus niet betaald aangeboden worden. Maar er komen ook veel meer wedstrijden op tv. Mm-hmm. Om aan te geven, we hebben een mediatender gedaan. Dat wil zeggen, dan doe je een uitvraag aan mediapartijen. Nou, om even aan te geven, vroeger spraken we alleen met de NOS. Mm-hmm. Want daar hadden we dan een contract mee via de Nederlandse Basketbalbond. Ja.
Dat was het dan zo ongeveer. En Ziggo Sport heeft een tijdje het basketbal een paar jaar geleden ondersteund op donderdagavond. En nu hebben we gezegd van jongens, kijk eens, dit is het pakket van de B-Next League. Toen nog de Benelink. Kom maar door met, dit is de uitvraag die we doen met een goed voorstel. Heb je interesse, hoe wil je het gaan produceren? Nou, wat krijgt zo'n producent ervoor terug? Wat krijgt de league ervoor terug? Ja. Nou, we hebben om aan te geven, hebben gevraagd dat er toch 45 wedstrijden sowieso per jaar op tv moeten komen. Als minimum. En uiteindelijk kan ik zeggen dat we heel veel aandacht hebben gekregen voor die tender. Niet alleen van ESPN, maar ook van Ziggo Sport, ook van Talpa, ook van RTL, van de NOS. Dus allemaal partijen die hebben ingeschreven daarop. En binnenkort gaan we dat afronden. En we zien dat de jongeren eigenlijk niet meer hele live wedstrijden kijken. Die willen veel meer highlights zien, mooie acties, dunks, maar ook het leven van een sporter. Niet alleen op het veld, maar ook daarnaast. Ja. En daar gaan we ook heel veel invulling welke aan geven. Welke sneakers heeft hij, welke kleding. Nou, je kan natuurlijk heel veel aan verbinden. Het zijn lifestyle influencers, hè? En die rol moeten ze ook krijgen. Ja. En het zijn de helden van de league. En, schitterend, Ramses. Nou, je hebt mij al helemaal warm gemaakt. Dat was al bijna we zijn heel enthousiast over. Ja. Want we zijn natuurlijk anderhalf jaar aan het bouwen. Dat zal, en dan komt eigenlijk zo'n launch van zo'n naam. En dan mogen we het ook een keer gaan zeggen. Het is ook wel snel. Hè? 24 september start de B-Next League. Dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Ja. Wanneer kunnen we de B-Next League bewonderen? Ja. Het speelschema is bekend. Er wordt nu nog even gekeken naar pas alles in alle zalen op elk moment. Dat we dat willen. De zalen zijn niet eigendom van de club, zoals we weten. Maar 24 september start het. Het eerste jaar zal het nog niet meteen zijn zoals we allemaal hopen dat het kan worden. Maar we gaan gewoon leren samenwerken met de Belgen. We gaan dat nieuwe verhaal gewoon invulling geven. We doen dit niet voor één jaar. We doen dit voor de komende tientallen jaren. Exact. Dus we hebben ook tijd nodig om te bouwen. En daarbij hebben we iedereen nodig. Dus kom vooral ook met feedback. Dat zullen we altijd aan de fans blijven vragen. Aan de mensen die betrokken zijn bij basketbal. Aan de spelers, aan de coaches, aan de club-eigenaren. Ja. Dus het is van ons allemaal, het basketbal. En dat is de B-Next League. Wij gaan weer met spanning natuurlijk eerst nog even kijken naar hoe de finale gaat aflopen. Inderdaad, mooie match-up, hè? Klassieke match-up. De klassieke, kijken of we eindelijk een keer van de Bos kunnen winnen. En dan vanaf 24 september de B-Next League. Yes. Dankjewel. Alsjeblieft. We hebben elke week een hele mooie quiz in ZZ Leiden TV. Hij staat weer op tafel, die prachtige gesigneerde bal van Zorg en Zekerheid. Ook een voucher voor de livestream bij de thuiswedstrijden. En vorige week was de vraag, wie was de eerste assistentcoach van Rolf Franken? En dat was natuurlijk de huidige hoofdcoach van de The Hague Royals, Bert Samson. En een van zijn bijna leeftijdsgenoten heeft deze week de quiz gewonnen. Dat is de heer M. Smeets uit Haarlem. Meneer Smeets, van harte proficiat met de mooie prijzen. En dan hebben wij ook weer natuurlijk een nieuwe vraag. En u ziet hem dit keer in beeld. Het is dus een beeldvraag met een beetje aangepast portret van een Zorg en Zekerheid Leiden speler. En de vraag is heel makkelijk. Wat is de naam van deze speler? Een kleine hint. Hij speelde min of meer in de beginjaren van ZZ 4 jaar lang voor de club. Let erop dat zijn naam correct gespeld moet worden. En dan kan dat antwoord weer naar het bekende e-mailadres zzleidentv@gmail.com. Weer terug in de 5 meihal. Ja, op het heilige hout hier, het parketvloer waar al zoveel bloed, zweet en tranen zijn vergoten. Ook in deze finale, Leiden Wonders wedstrijd 1. De serie gaat verder in Den Bosch met natuurlijk wedstrijd 2. Die is om 8 uur aanstaande dinsdag in de Maaspoort te volgen via de knop livestream op zzleiden.nl. En dan kom je bij het YouTube kanaal van The Heroes. Wedstrijd 3 gaat ook sowieso plaatsvinden. Die is weer hier op deze vloer aanstaande donderdag om 8:30. Mocht er nog een wedstrijd 4 en of een wedstrijd 5 nodig zijn, dan zijn die zaterdag en zondag aanstaande vermoedelijk te zien op de NOS. Vandaar dat ook de tijden daarvan nog even met hen worden afgestemd. We wensen iedereen enorm veel plezier bij het kijken van die finale wedstrijden van Zorg en Zekerheid Leiden. En wie weet, als we er weer zijn met ZZ Leiden TV, heeft Leiden misschien wel iets heel moois gepresteerd. In ieder geval, voor deze week weer hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende uitzending.